Museum Sjoel krijgt Speldje. Meer kunst op het harde. Festival Poldergeest verbindt. Hartelijk welkom. Fijn dat u weer naar De Loe kijkt. Afgelopen maandag, tweede Pinksterdag, leek de vesting van Elburg wel op de Kalverstraat in Amsterdam. Duizenden dagjes mensen bezochten in de blakende zon de traditionele Elburger Pinkstermarkt. De terrassen zaten overvol. Om een plaatsje te bemachtigen stonden mensen van een afstandje te kijken of er een tafeltje vrij kwam om daarna te genieten van een heerlijk drankje of versnapering. Ook op de markt en de kleedjesmarkt was het al niet veel anders. Aan de haven kon worden ingescheept op een van de botters of de rondvaartboot voor een tochtje op het Veluwe of Drontermeer. Elburg kan terugkijken op een goede start van het zomerseizoen. Visserijvereniging Ons Belang kan terugkijken op een geslaagd evenement. Het visserijweekend begon op vrijdagavond met het uitzetten van het hoekwant, een lange lijn met korte lijntjes waaraan een haak zit om een aal te vangen. Zaterdagochtend om 5 uur werden de lijnen met vangstip binnengehaald. Terug in de haven van Elburg ging het kampioenschap palingroken van start. 17 deelnemers rookten wedstrijdpaling, maar ook poon en haring. De gerookte wedstrijdpaling werd ter keuring aangeboden aan de jury. Burgemeester Roosendaal was een van de keurmeesters en na een korte instructie van zijn twee mede-juryleden ging hem dat voortreffelijk af. De gerookte paling werd op kleur, gaarheid, geur en smaak beoordeeld. Tijdens de jurering kon het publiek genieten van het amusementenkoor, eigenwijs en natuurlijk een heerlijk gerookt visje eten. De bewoners van het woonzorgcentrum De Voort in Elburg zijn blij met hun vistijger in de nabijheid van het Groene Hart. Nadat wethouder Henk Wessel samen met de leerlingen van de basisschool De Borgstee de eerste hengel heeft uitgeworpen, mag er officieel gevist worden. De visontheffing heeft de hengelsportvereniging De Poepenkolk geschonken en Gardenbroek Super voor Mens en Dier sponsort de visbenodigdheden. De vistijger en ook de buurtmoestuin bij De Voort is een ontmoetingsplek voor alle bewoners in de wijk. Dit verdient inderdaad een bloemetje. Op de laatste avond van de wandelvierdaagse in Doornspijk is mevrouw Driesje Bos onderscheiden. Dit omdat ze voor de 40ste keer de vierdaagse heeft gelopen. En uit handen van de voorzitter Willy Top ontving ze een boeket bloemen en een mooie beker. Maar eerst moest er gewandeld worden. In de prachtige omgeving van Doornspijk en met de muziek van de christelijke muziekvereniging Juliana was de wandeling weer een gezellige gebeurtenis. Het is een mooie traditie. Elburg gaat van 29 mei tot 1 juni weer in 4 avonden aan de wandel. En als het weer mee zit, kan deze 50ste avondvierdaagse een sportieve en uitdagende happening worden. Los van blaren en andere ongemakken. Voor de al ingeschreven 1300 wandelaars zijn mooie tochten in de omgeving uitgezet. Wie nog mee wil doen, kan zich nog op 29 mei voor de start van de vierdaagse inschrijven. De start is bij de voetbalvereniging ESC. De feestelijke afsluiting is in de binnenstad in aanwezigheid van burgemeester Jan-Nathan Roosendaal en de jeugdburgemeester Evie van Olst. Geertje, laten we onze spelden ruilen. Als ik straks weg moet, weet ik niet wat er met me gaat gebeuren. En ik geef hem liever aan jou dan aan hen. Met deze woorden bood mevrouw Sophie Vecht-Levy in de zomer van 1942 haar vroegere buurmeisje Geertje van de Pol Wilson haar zilveren speld aan. Sophie Vecht overleed hetzelfde jaar in Auschwitz. De huidige eigenaar, Kozijn van de Pol, de jongste zoon van Geertje, heeft het sieraad in bruikleen gegeven aan het Museum de Sjoel in Elburg. Totdat een vrouwelijke nazet van de Zuidlandse familie Levy wordt gevonden. Dat is tot op heden nog niet gelukt. Wim Magree kan terugkijken op een organistenloopbaan van 40 jaar. Dit heugelijke feit herdenkt hij met een jubileumconcert op zaterdag 26 mei in de Bovenkerk in Kampen. In die kerk heeft hij lessen gevolgd bij zijn leermeester Willem Hendrik Zwart. Hij denkt graag terug aan deze tijd. Wim Magree was onder meer organist van de gereformeerde kerk in Doornspijk en de grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. Bij het jubileumconcert, dat om 8 uur begint, speelt hij werken van Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Louise Vienne en Willem Hendrik Zwart.
Gerrit-Jan en Hannie van Spijker uit Doornspijk kunnen terugkijken op een huwelijk van maar liefst 50 jaar. Wethouder Lida Sneevliet bood namens de gemeente de felicitaties en een mooi boeket bloemen aan. Als echte Doornspijkers ontmoetten het echt bij elkaar tijdens de koude winter van 1963 op de ijsbaan in Doornspijk. Beiden staan nog met beide benen in de samenleving. Ook zijn ze nog dagelijks bezig met de zorg en aandacht voor familieleden. Het echtpaar heeft 3 kinderen, 11 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Hoe schapen geschoren worden, kan men zaterdag weer meemaken in het boerderijmuseum De Bovenstreek aan de Bovenstraatweg in Oldebroek. Daar wordt weer het jaarlijkse schaapscheerdersfeest gehouden. Met uiteraard weer een boerderijfair voor elk wat wils. Ook de lekkere hapjes uit oma's keuken zijn altijd welkom. De bezoekers kunnen ook de exposities van tekenaar Rien Poortvliet en van preparateur Willem van de Wetering bekijken. Ook de kinderen komen niets tekort. Tijdens het festival Poldergeest van 25 tot en met 27 mei ontmoeten 2 verschillende werelden elkaar. Het oude en het nieuwe land. Er valt van alles te beleven. Lezingen, exposities, een kippenopera en voordrachten op diverse locaties in Elburg en in de gemeente Dronten. Voor het festival is een fietsroute van ruim 20 kilometer uitgezet tussen de expositie in Museum Elburg en de satellietexpo op boerderij van Jan Rombout. Doel is om de banden te versterken tussen de vesting Elburg en de polder. Dit initiatief van het Museum Elburg valt onder het overkoepelende thema van het Erfgoedfestival Over Grenzen van Gelderland. Meer informatie over dit unieke festival is te vinden via www.museumelburg.nl. Miranda Blaak uit Harden maakt zich zorgen over de beeldende kunst op het Harden. Ze is daarom samen met Sanne Schuitema en Lea Friedrich een initiatief gestart. Een kunstloos Harden. Met deze noodkreet wil drietal de lokale politiek en inwoners wakker schudden. Kunst bevordert de sociale interactie tussen de inwoners. Bij het zoeken naar verbondenheid kan ook beeldende kunst een rol spelen. Het drietal ziet ook impulsen voor economische activiteiten, werkgelegenheid en cultureel toerisme. Daarmee wordt de identiteit van het Harden verrijkt. Op zaterdag heeft het Christelijk Mannenkoor uit Harden en omstreken weer zijn jaarlijkse zomeravondcorset in de hervormde dorpskerk Elim op het Harden. Het wordt, zoals men van het koor gewend is, een ontspannen concert met uiteraard ook mooie geestelijke liederen. Samen met het christelijk gemengkoor Viva Fox uit Elspeet, Johan van der Graaf op de piano en Henriette Barten met de dwarsfluit is voor een gevarieerd repertoire gekozen. De samenzang wordt begeleid door koordirigenten Marcel van Ketterij en Henk van der Maten. Het concert begint om 7 uur. De oudheidkundige vereniging Arend te Boekoop kan terugkijken op een informatieve en emotionele wandeling door de vooroorlogse Joodse wijk in Amsterdam. Maar liefst 70 belangstellenden zijn met de broers Willem en Gert van Norel naar Amsterdam vertrokken. Op diverse plaatsen gaven ze tekst en uitleg over tragische gebeurtenissen tijdens de jacht door de Duitse bezetter op de Joodse bevolking. Zo bezocht men de Portugese synagoge, de Hollandse Schouwburg en nog andere belangrijke plekken uit de Joodse geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. En nu nog even dit. Tot 8 juni is de Elburgerbrug naar de polders afgesloten. Wel kunnen voetgangers en bromfietsers aan één zijde van de brug passeren. Fietsers moeten op de brug wel afstappen en lopen. Voor het auto- en landbouwverkeer zijn omleidingsroutes. Voor het scheepvaartverkeer kan de brug dagelijks 2 keer gedurende een uurtje open. Dit was weer een kleine greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen week. Hebt u interessant nieuws voor dit wekelijkse overzicht? Stuur dan uw bericht naar redactie@loemedia.nl. Wilt u alle onderwerpen nog een keer bekijken? Ga dan naar www.loemedia.nl/YouTube. En wij komen graag volgende week weer terug met een nieuw weekoverzicht.